Goedenavond allemaal. Namens het bestuur van Stichting Marathon Enschede heet ik jullie van harte welkom op het allereerste congres welke wij in samenwerking met Universiteit Twente en met Roesing Research and Development mogen organiseren. Voordat ik de sprekers van vanavond ga introduceren, wil ik graag even stilstaan bij de ontwikkelingen welke wij als evenement doormaken. Jullie hebben ongetwijfeld al in de krant kunnen lezen dat we een aantal grote stappen hebben gemaakt. Ik neem jullie heel graag even mee naar de stand van zaken van een jaar geleden. Op 22 april vieren we een 50ste editie, een feestelijke editie waar we veel aandacht mee weten hebben te trekken. Daarbij komt het ontwerp van een nieuw parcours en we hebben mede daardoor een record aantal deelnemers getrokken. We doen het best goed. Maar hoe kunnen we dit succes evenaren? Want met name de concurrentie op het gebied van recreatieve lopen is best groot. Het feit dat we nog steeds een van de grootste loopevenementen van Oost-Nederland zijn, is een feit en we behoren ook nog steeds tot de top 5 marathons van Nederland. Maar hoe houden we dit vast? Het werd tijd de kaarten opnieuw te schudden en ons verder te ontwikkelen, zodat we tot de top kunnen blijven behoren. Het organiseren van een congres als deze is een belangrijke stap in de richting hoe wij ons willen neerzetten als evenement. Enschede Marathon profileert zich steeds meer als evenement waarbij de wetenschap in de loopsport voorop staat. En daarin zoeken we steeds meer samenwerking met partners en sponsoren uit het high-tech segment. En zij voeden ons met de laatste ontwikkelingen in de loopsport en zo blijven wij betrokken. Maar ook blijven wij betrokken bij jullie en kunnen wij de kennis weer met jullie delen, onze deelnemers. Nou, niet alleen op die ene zondag in het jaar, maar gedurende het hele jaar. En op die manier blijven we met jullie en met onze stakeholders in contact. Nogmaals, een congres als deze is daar een mooi voorbeeld van. Nou, op 12 april volgt er een tweede congres met als thema Get Ready. Dit congres organiseren we wederom in samenwerking met Universiteit Twente en met Roesing Research and Development. En dit congres is toegankelijk voor iedereen, net als nu. Hier krijg je de laatste informatie over hoe je je fysiek en mentaal kunt voorbereiden op de komende zondag. Maar alles blijft door de wetenschap ingegeven. Afstandssponsor van de company run Human Capital Care zal ook een bijdrage leveren over hoe je medewerkers beter kan laten presteren in hun werkzame leven, nu en in de toekomst. En wat is hiervoor nodig en waar begin je als organisatie en medewerker? En na afloop van het congres kun je het parcours nog een keer verkennen en de laatste 2 kilometer van je afstand met frisse benen lopen. Maar daarover later meer. Zodra het programma definitief rond is, zullen we dit via social media en via onze website communiceren. Dus mocht je je nog niet opgegeven hebben voor 12 april, dat kan nog zeker, daar heb je de tijd nog voor. En dat kan via onze website www.enschedemarathon.nl. Nou, een congres organiseren op de vrijdag voorafgaand aan het evenement past in onze andere ambitie, namelijk om er een meerdaags evenement van te maken, want er is meer. Op de zaterdagavond organiseren we een funrun van 2 mijl met start-finish op de Oude Markt. De 2 van Enschede en daarin hebben we de samenwerking gezocht met Sportaal, Aliva en Mensis. En samen met dit consortium zorgen we ervoor dat we een groter aanbod creëren op het gebied van breedtesport. En we dichten hiermee ook het gat tussen de kidsrun en de 5 kilometer. Deze 3,2 kilometer is een laagdrempelige loop voor iedereen, voor studenten, voor scholieren. Maar we hopen ook dat de mensen die normaal gesproken niet zo snel in beweging komen voor een dergelijke run wel in beweging gaan komen. En het sociale netwerk van Mensis, Aliva en Sportaal zal er bij toe bijdragen dat deze doelgroep gaat lopen. Het heeft geen tijdsregistratie en het is puur voor de fun. Gewoon een leuke afsluiting en op de Oude Markt. En hulpmiddelen als rolstoelen, handbikes, die normaal gesproken op de zondag niet mogen, zijn nu wel toegestaan. Nou, terwijl de 2 van Enschede gaande is op de zaterdagavond, zijn we op het Van Heekplein het start-finish gebied aan het opbouwen. En dat is ook nieuw, een nieuwe plek. Een mooie uitdaging, want het plein wordt om 19:30 s'avonds pas schoon opgeleverd. Maar goed, dat gaan we fixen met al onze vrijwilligers en trouwe leveranciers. Alle winkels gaan overigens op 14 april dicht, zijn gesloten. En we maken van een koopzondag een loopzondag. En hoewel we deze 2 het liefste zouden willen combineren, is dat omwille van de veiligheid helaas niet mogelijk. Kortom, 2019 gaat de boeken in als een jaar met veel veranderingen en we kunnen ons vanaf nu tot de meerdaagse evenementen rekenen. Ik ben ervan overtuigd dat we voldoende ingrediënten bezitten om ons evenement toekomstbestendig te houden en we zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.
Ik wil jullie er nog even op wijzen dat dit congres live wordt uitgezonden via een livestream op onze website. Dus mocht je nog iets terug willen zien of iets terug willen horen, dan kan dat altijd. Tot slot wil ik Universiteit Twente en Roesing Research and Development bedanken voor hun gastvrijheid en de samenwerking. En Universiteit Twente natuurlijk in het bijzonder voor de gastvrijheid. Dan rest mij eigenlijk alleen nog maar jullie om de sprekers van het komende uur voor te stellen. Als eerste zal Arie Willem de Leeuw van Universiteit Leiden vertellen over zijn analyse van hardloopdata verzameld onder 120.000 lopers bij Boston Marathon en hoe je het beste de wedstrijd kunt indelen. Arie Willem is een echte sportfanaat en hij combineert zijn passie voor sport met het analyseren van data om sportgerelateerde problemen te onderzoeken. Dit varieert van het verbeteren tot prestaties van toplopers tot wetenschappelijk onderzoek in de breedte sport. En daarna kun je luisteren naar Jasper Reynalda van Roesing Research and Development. En zijn passie voor sport is al niet anders. Als bewegingswetenschapper is hij al jaren verbonden aan de Enschede Marathon en zijn focus ligt op de analyse van het menselijk bewegen in sport en revalidatie. Hij zal jullie meenemen en zijn kijk geven op blessurepreventie. Ik ben heel erg trots dat jullie je kennis hier met ons komen delen. Ik kom zo meteen nog eventjes terug om de afsluiting van dit congres even toe te lichten. Maar ik geef nu heel graag het woord respectievelijk aan Arie Willem de Leeuw en Jasper Reynalda. Hallo allemaal. Bedankt voor de mooie introductie en de kans voor mij om hier iets te vertellen over het onderzoek wat ik recent gedaan heb. De opening hebben we gehad. Dit ben ik, dus ik denk dat ik maar kan beginnen. Waar ga ik het over hebben? Ik ga het hebben over de combinatie tussen pacing en hardlopen. Dus hoe je het beste je best in kan delen om zo goed mogelijk te presteren tijdens een hardloop-event. Dat is onderzoek wat ik aan de Universiteit Leiden heb gedaan. Samenwerking met het Sportdatacentrum, waar eigenlijk een overkoepelende organisatie is tussen verschillende universiteiten die samenwerken en heel veel sportdataprojecten doen. Voordat ik echt diep over het onderzoek ga, dacht ik dat is wel iets leuk om over mezelf te vertellen. Gedeeltelijk heeft Sandra al verteld. Waar ik in begonnen ben is eigenlijk niet in de data science waar ik nu bezig ben. Ik ben een jaar of mijn studententijd begonnen met de studie wiskunde en natuurkunde. Eigenlijk doorgaan natuurkunde daarin ook gepromoveerd. En toen ik klaar was met mijn promotietraject en gepromoveerd was, dan had ik echt iets van wat wil ik nu doen? Wil ik hier verder in of wil ik iets anders gaan doen? Vanaf jongs af aan ben ik eigenlijk ontzettende sportfanaat geweest. Allerlei sporten heb ik gevolgd en ik vond het zelf ook leuk om sport te doen. Dus ik dacht kan ik op een of andere manier toch mijn kennis die ik opgedaan heb tijdens mijn studie combineren met deze passie voor sport? Daar heb ik een beetje rondgekeken. Dan ben ik via in contact gekomen met Joost Kok die daar zit. Die bezig was om het zo naar een sportdatacenter op te richten waarbij sport en data science gecombineerd wordt. En van het een kwam het andere eigenlijk. Nu sta ik hier voor jullie te vertellen over een van mijn projecten. En dat is eigenlijk wat ik nu doe. Dus heel veel sportdata krijg ik en dat analyseer ik. Dus om een beetje idee gegeven wat voor soort projecten jullie moeten denken. Dat zijn heel breed. Dus hier is een beetje een korte bloemlezing hiervan. In het voetbal tegenwoordig ook heel veel data wordt verzameld. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan zogenaamde eventdata. Dat zijn mensen die gewoon naar schermen lopen te kijken. En eigenlijk precies beschrijven wat er tijdens de wedstrijd gebeurt. Dus dan wordt gewoon bijgehouden op welk tijdstip bijvoorbeeld een paas wordt verzonden van één speler naar de andere. Een goal wordt gescoord, een gele kaart wordt gegeven. Alles wordt gewoon netjes bijgehouden door mensen. Een andere bron van informatie is ook de zogenaamde positionele data. Dat wil zeggen hoe de spelers zich op het veld bewegen. Dus er wordt precies de positie van de spelers wordt bijgehouden door camera's in het stadion te hangen. Door die gegevens met elkaar te combineren, kan je natuurlijk hele interessante tactische patronen achterhalen uit de data, wat misschien leidt tot een succesvolle aanval. Of dat kan je in ieder geval heel veel informatie geven om je tactiek op te fine-tunen, waardoor je nog beter zou kunnen presteren. Een van die voorbeelden waarbij we deze soort data hebben geanalyseerd is 2017. Hebben we een project gedaan met het EK vrouwenvoetbal. Hebben we de data van het Nederlandse vrouwenteam geanalyseerd en hebben we mee samengewerkt. Een ander project is ook dat we samenwerkingsverband hebben met Jumbo-Visma. Dus aan de ene kant de schaatsploeg, maar ook de wielrenploeg. Dus voor de schaatsploeg heeft de coach heel veel data verzameld, precies welke trainingen gedaan zijn. En door een combinatie te maken met ook de raceresultaten, dus kijken hoe de schaatser gepresteerd heeft,
kunnen natuurlijk kijken van oké, wat zijn nou trainingen die goed zijn voor deze schaatser of juist minder goed. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat die net die paar procentjes in principe beter kunnen presteren. Nou, ook in het wielrennen tegenwoordig is natuurlijk heel veel, elke profwielrenner heeft eigenlijk een zogenaamde powermeter op zijn fiets. Waar je precies wordt bijgehouden elke seconde waar die is geweest, hoe snel die is geweest, hoe vermogen die heeft geleverd. Dus ook heel veel informatie wat je binnenkrijgt, dat hebben we ook mee analyseren. Ja, en tot slot hebben we ook nog bijvoorbeeld een samenwerking met de Nationale Volleybalheren. Die houden precies bij tot in detail wat hun trainingsschema is, dus wat voor soort trainingen ze doen. Dus echt groepstrainingen, maar ook bijvoorbeeld krachttraining, dus hoe vaak ze in het krachttonk zitten. En verder vullen ze bijvoorbeeld ook vragen in van hoe deze spelers zich voelen. Dus dan zouden we precies kunnen kijken van oké, wat voor soort trainingen belemmert u misschien in presteren. Omdat die vragen die ze beantwoorden, is bijvoorbeeld één vraag van voel jij je op dusdanig een manier dat jouw prestatie wordt belemmerd? Dus voel jij je vermoeid of niet? Dus dan precies kijken van oké, wat is nou de combinatie tussen training die ze doen en precies hoe ze voelen. Dus op die manier extra informatie ook kunnen helpen. Nou, dit zijn natuurlijk allerlei projecten, maar ja, jullie zijn met name natuurlijk geïnteresseerd in hardlopen en data. Dus nou, de meeste jullie zijn natuurlijk fanatieke hardlopers, of tenminste die hebben in ieder geval een goede connectie met hardlopen. Dus even voor de mensen die hier gaan hardlopen. Wie van jullie gebruikt, of tenminste heeft iets van een hardloophorloge of iets van medische trainingsgegevens op bijhoudt? Nou, dat is precies wat ik verwacht had. Dus ja, dus ik denk dat als ik dit misschien 10 of 20 jaar geleden had gevraagd, dat bijna niemand zijn hand zou opsteken. Maar tegenwoordig is dat gewoon eigenlijk standaard, dat bijna iedereen gewoon een hartslag, of tenminste een hartslagmeter, of in ieder geval een hardloophorloge heeft. Maar dus precies wordt bijgehouden, bijvoorbeeld hoe lang je hebt hardgelopen, waar je bent geweest, afstand, hartslag, etc. Dus dat je allerlei soort, ja, dat is gewoon tegenwoordig gewoon vrij normaal. En heel veel mensen laten het ook in op Strava bijvoorbeeld, of andere. Ja, online platform waar je het allemaal netjes kan bijhouden. Nou, één ding waar je daar je voordeel mee bijvoorbeeld zou kunnen doen, is als je dus het samenwerken zogenaamd met MyLabs. Dus MyLabs is eigenlijk een platform waarbij deze gegevens die je kunt uploaden. En vervolgens kan je ook, is het bekend, omdat je een bepaald klein bedrag moet betalen om hier mee te doen, dat mensen het meestal stopzetten als ze geblesseerd raken. Dus in principe door dan terug te kijken naar de trainingsgeschiedenis die ervoor komt en tot bij het moment van de blessure, zou je eventueel patronen kunnen herkennen die vaak tot een blessure kunnen leiden. Dus als je het natuurlijk heel netjes zou doen en voor al die gebruikers kunnen doen, zou je uiteindelijk gewoon iedereen een persoonlijk advies kunnen geven door te zeggen van hey, op basis van data waar we beginnen bij andere lopers, dan zou het kunnen zijn dat jij een verhoogd risico hebt om een bepaalde blessure op te lopen als je zo doorgaat. Misschien is het verstandiger om iets rustiger te trainen te doen. Dus dat zou iets zijn waar in principe data echt van nut zou kunnen zijn in het hardlopen. Nou, een andere bron van informatie en data is natuurlijk gewoon allerlei wedstrijden. Nou, jullie hebben natuurlijk de NSG Marathon. Dus daar wordt natuurlijk ook data verzameld, heel veel tussentijden. En daar kun je natuurlijk ook allerlei interessante informatie uithalen. En dat is eigenlijk waar ik de rest van de tijd over wil vertellen. Wat we willen vertellen. Dus met name over de vraag van hoe kan je nou het beste je hart het beste indelen? Nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende theorieën over, maar je zou natuurlijk bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, je moet gewoon zo hard mogelijk weg, zien waar het schip strandt, dat is de beste strategie. Nou, een andere, iemand zegt misschien, ik vind het juist lekker om gewoon een beetje op gevoel te lopen, dat als ik me goed voel, dan ga ik gewoon niet sneller, heb ik het zwaar, dan doe ik juist iets langzamer, et cetera, dus ik wissel in tempo nogal. De andere juist zegt, ja, ik wil echt rustig van start gaan, dan ik zeker dat ik mezelf niet tegenkom. En dan aan het einde nog even een sterke finish eruit gooien. Dat is voor mij de beste strategie. Of misschien is het gewoon gelijkmatig tempo, dat je de wedstrijd zo gelijkmatig mogelijk indeelt. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om deze vraag te bekijken. Of te bestuderen, maar wij zijn natuurlijk de datagedreven aanpak, dus wij willen het met behulp van data doen. Nou, voordat we helemaal losgaan en echt heel veel data verzamelen, allerlei methodes erop loslaten, we eigenlijk een soort eerst handig om een beetje te kijken van oké, zit er überhaupt wel wat in? Maakt het überhaupt wel uit wat voor strategie je toepast op de eindtijd? Dus eigenlijk is het handig om een beetje die ideeën te testen op een iets kleinere behapbare set, dataset, gegevens. Ja, dat ligt natuurlijk voor de hand omdat wij het Leiden komen om iets met de Leiden Marathon te doen. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan, we hebben samenwerking gehad met de Leiden Marathon. Die hebben ons iets van 9 jaar data gegeven, waarbij het in principe gaat over bijvoorbeeld leeftijden van deelnemers en gewoon tussentijden. Ja, dat zijn natuurlijk verschillende afstanden, maar hier met name en ook de rest van het praatje zal ik focussen op de marathon. Dus de langste afstand.
En voor die marathon en eerder gaande jaren was het meestal vrij beperkt. Dat je meestal alleen halverwege een tussentijd. Ja, later is het ook wel meer gekomen in Leiden. Maar om toch alle jaren met elkaar te kunnen vergelijken, hebben we ons gefocust op puur alleen te kijken van de tijd halfweg en de eindtijd op de marathon. Nou, het eerste wat we toen gedaan hebben is kijken van oké, nou wat voor verschillende strategieën komen er nou voor? Wat voor type, hoe lopen mensen die marathon? Nou, eigenlijk wat we hebben gedaan is, we hebben gewoon eigenlijk alle hardlopers hebben ingedeeld in drie verschillende categorieën. Zogenaamd de negatieve split, constant tempo en de positieve split. Nou, de positieve split is, we hebben puur gekeken naar dus alleen de tijd halfweg. Dus de positieve split wil zeggen dat je de eerste helft van de marathon sneller loopt dan de tweede helft. Dus dat je eigenlijk als het ware iets te snel weggaat misschien en dan je tempo iets daalt in de tweede helft van de marathon. Nou, het constante tempo is dat je eigenlijk de hele marathon gewoon een constant tempo loopt. Nou, niemand loopt natuurlijk perfect constant, dus we hebben wel een kleine marge, dat staan we toe. Maar het is vrijwel constant tempo. En tenslotte heeft natuurlijk ook de groep nog niet in zo'n negatieve split loopt, dus die de tweede helft sneller heeft gelopen dan de eerste helft. Dus die als het ware iets versneld gedurende de marathon. Nou, wat hier al echt enorm opvalt, is waarschijnlijk jullie ook al opgevallen, die groene balk nogal vrij groot is vergeleken met die andere balken. Dus dat heeft ermee te maken dat eigenlijk de meeste lopers eigenlijk echt een positieve split hebben tijdens de Leiden Marathon. Dus dat wil zeggen dat de meeste lopers echt aan de start zijn, echt zin in hebben en eigenlijk iets daart, of tenminste een tempo inzetten wat ze in ieder geval niet de hele marathon kunnen volhouden. Dus dat zie je echt wel hier ook terugkomen. En je ziet zelfs dat gedurende de jaren, dat zelfs het aantal percentage wat die positieve split heeft, dat eigenlijk nog zelfs iets toegenomen. Dat is 2016 bijna 95% van die mensen echt de tweede stuk langzaam gelopen heeft. En voor de rest zie je ook dat in de loop van de jaren juist de mensen die constant tempo heeft gelopen, dat het ook eens lichtelijk is afgenomen. Nou, dit is natuurlijk leuk. Nou ja, je hebt verschillende mensen die verschillende strategieën toepassen. Verschillende groepen. Maar wat zegt dat nu over de prestatie? Nou, dus om een beetje een indicatie voor te geven, dan hebben we gekeken van oké, je hebt drie verschillende strategieën. Wat zegt dat nou over de gemiddelde eindtijd die deze lopers eigenlijk over de marathon hebben gedaan? Nou, wat we eigenlijk zien is dat als we kijken naar de mensen die het constante tempo hebben gedaan, dat die als het ware eigenlijk gemiddeld het snelste hebben gedaan over de marathon. Dus bij de mannen bijvoorbeeld staat 224 minuten. Nou, daarna volgen eigenlijk de mensen die de negatieve split hebben gedaan, dus die de tweede helft iets versneld zijn, die zijn iets langzamer. En de mensen met de positieve split zijn over het algemeen dan gemiddeld genomen het langzaamst. Dus als je dit zo ziet, dan lijkt het al een indicatie te zijn van oké, blijkbaar zegt het wel iets, de strategie en de prestatie, er is wel een of ander verband tussen te vinden. Nou, dit is natuurlijk wel een vrij kleine dataset van de Leiden Marathon, dus ja. Misschien kunnen we ook nog iets, en het is ook vrij beperkt, dat alleen kijken van puur naar de tijd halfweg. Kunnen we niet iets nog gedetailleerd onderzoek doen, iets uitgebreider, om eigenlijk ja, dit beter te onderzoeken. Nou, om dat te doen zijn we eigenlijk geswitcht naar de Boston Marathon. Nou, de Boston Marathon, dat is de meeste van jullie wel bekend waarschijnlijk. Nou, dat is een vrij groot evenement, een van de grootste marathons ter wereld. Nou, we hebben zo'n 3 jaar data hebben we verzameld, hebben we van internet gehaald, dat is beschikbaar om te analyseren. En in totaal waren iets van 80.000 hardlopers. Nou, er waren iets meer mannen dan vrouwen, wat ongeveer gelijk met iets van 44.000 mannen en 36.000 vrouwen. Dus dit gaat puur alleen om de langste afstand. Een andere afstand, als je die hebben ook geanalyseerd, zal ik hier niet bespreken. Maar dan komen in totaal iets van 120.000 hardlopers, wat Sander ook eerder genoemd heeft. Nou, wat voor data moet je dan in dit geval aan denken? Nou, het eerste geval is natuurlijk ook puur personalia, dus gewoon puur bijvoorbeeld de leeftijd van de loper. Of je bijvoorbeeld een man of vrouw bent, dat is eigenlijk de informatie die we nodig hebben. En voor de rest is het ook dat we 9 tussentijden hebben. Dus eigenlijk na iedere 5 kilometer was er een tussenpunt, dus hebben we een bepaalde tijd en ook halverwege. Dus dat is eigenlijk de data die we hebben. Dus nou willen we eigenlijk een soort van eenzelfde soort analyse doen, of in ieder geval kijken van oké, die verschillende race-strategieën, welke zijn er en wat is dat voor effect op de eindtijd die de mensen gedaan hebben. Door puur te kijken van wat zit er in deze data. Nou, het eerste wat we dan doen is eigenlijk gewoon kijken van oké, wat voor soort snelheidspielen zijn er eigenlijk. Dus wat doen we? We kijken gewoon puur naar een snelheidspiel van een willekeurige loper. Dus ik heb hier gewoon een willekeurige loper geselecteerd en als het ware gewoon gekeken van oké, wat is zijn snelheid ten opzichte van als functie van de afstand. Dus ziet hij gewoon precies die 9 punten, die 9 stippen. En hebben we lijns dus getrokken om een beetje een soort van snelheidsprofiel weer te geven. Dus hoe zijn snelheid verandert gedurende de race.
Nou, wat ik hier gedaan heb, is ik heb uiteengezet de relatieve snelheid. Dat hebben we gedefinieerd eigenlijk als de snelheid ten opzichte van de gemiddelde snelheid. Ja, de gemiddelde snelheid is gewoon puur de snelheid die gemiddeld de hele marathon gedaan heeft. Dus puur gewoon de 42 kilometer gedeeld door zijn tijd. En nou, eigenlijk de relatieve snelheid is hoe snel die een bepaald interval heeft gelopen. Bijvoorbeeld de eerste 5 kilometer ten opzichte van deze gemiddelde snelheid. Nou, we hebben eigenlijk deze maat geïntroduceerd omdat we ook met lopers willen vergelijken. Of tenminste bij elkaar willen stoppen in analyse. Die een verschillende snelheid lopen. Want we kunnen bijvoorbeeld wel kijken van iemand die 8 km per uur loopt. Als die 1 km per uur langzamer gaat lopen. Dat is heel anders dan iemand die 12 km per uur loopt. En eigenlijk 1 km per uur langzamer gaat lopen. Dat is eigenlijk een heel ander principe. Dat is procentueel gaat degene die van 18 en 17 veel minder naar beneden dan iemand van 12 naar 11. Die stort dan relatief meer in. Dus daarom hebben we deze maat gekozen. Dus wat u als het ware zien is dat iemand de eerste helft van de marathon zo'n beetje tot 21 kilometer vrij constant loopt. Maar wel harder dan gemiddeld. Dus vrij rap loopt. En dan eigenlijk hier zo'n beetje de man met de hamer zo naar binnen echt wel tegenkomt. Want je ziet dat echt zijn snelheid echt naar beneden gaat en het laatste stukje weer vrij vlak. Dus dit is zogenaamd iemand die echt de eerste helft heel veel sneller heeft gelopen dan de tweede helft. Nou, er zijn natuurlijk ook andere profielen. Dat is bijvoorbeeld een andere. Dus eentje die is snel gestart en die is gewoon langzaam iets langzamer zegen doen, maar toen iets minder hard gaan lopen. Dan zie je mij geleidelijk zijn tempo zie je zakken. En tenslotte zie je ook bijvoorbeeld zulke mensen tussen zitten. Dat zijn mensen die eigenlijk vrij vlak gelopen hebben. Een beetje variatie, maar eigenlijk het laatste stuk nog echt wel wat energie over hadden om echt nog wel een eindsprint eruit te persen, het laatste stukje. Dus eigenlijk in deze dataset zie je ook heel veel verschillende profielen en iedereen heeft eigenlijk zijn eigen manier van hoe hij de marathon gelopen heeft. Nou, het is natuurlijk heel moeilijk, of tenminste het is niet te doen om al die afzonderlijke afhankelijkheden puur te kijken van oké, wat is nu wat we eigenlijk willen doen? Dus we willen kijken van wat is nu het effect van een bepaald snelheidsprofiel op een prestatie. Dus het eerste wat we willen doen is eigenlijk kenmerkende snelheidsprofielen hier uitmaken. Dus wat we doen is we stoppen eigenlijk al die snelheidsprofielen stoppen bij elkaar. En dan gebruiken we een algoritme voor en dan kunnen we eigenlijk dus een bepaalde rekenmethode en dan kunnen we precies de snelheidsprofielen vinden die het meest karakteristiek zijn in deze dataset. Dus onder de 80.000 mensen, wat zijn nou de meest voorkomende snelheidsprofielen? Om het zo grofweg te zeggen. Dus wat we kunnen zien zijn eigenlijk, dit zijn de drie meest voorkomende. Dus eigenlijk de rode is degene waarbij eigenlijk mensen heel snel gestart zijn. En als het ware dan zogenaamd halverwege zo'n beetje de man met de hamer tegenkomen en echt de snelheid echt heel erg naar beneden gaat. Nou, daarna heb je ook de blauwe mensen, of de mensen die het blauwe profiel zo'n beetje volgen. Dus die zijn ook iets hard weggegaan, die stoten ook iets minder hard in. En voor de rest heb je een beetje eigenlijk nog de mensen die de groene profiel volgen. Dat zijn ongeveer de mensen die ongeveer constant hebben gelopen durende de marathon. Dus we zien eigenlijk bij mannen en vrouwen zien we eigenlijk een soortgelijke verdeling bij de mannen nog eigenlijk iets meer vervallen hebben dan de vrouwen. Eigenlijk zie je wel dezelfde soort patroon terugkomen. Nou, dit zijn natuurlijk leuke snelheidsprofielen, maar wat heeft dat nou tot gevolg met de prestatie die ze geleverd hebben? Daarvoor is eigenlijk de volgende plaatje eigenlijk nog meer inzichtelijker. Dus wat we hier naar kijken is eigenlijk de fractie ten opzichte van hoe snel iemand geweest is. Dus aan de linkerkant van het plaatje zijn echt de hele snelle mensen en aan de rechterkant iets minder snelle mensen. Dus onder de hele snelle mensen zien we dat het groene gebied het grootst is. En het groene gebied geeft eigenlijk de fractie van hardlopers, dus het aantal hardlopers, wat die strategie heeft gevolgd. Dus hieruit zien we eigenlijk dat onder de snelle mensen, onder de groep snelle mensen die we kijken, de mensen met het groene snelheidsprofiel dat volgen, dat het eigenlijk dominant is. Dus de snelle mensen over het algemeen lijken toch echt de groene strategie te hebben. Vervolgens zien we eigenlijk als we kijken naar tijden die langzamer en langzamer worden, dat het groene gebied steeds kleiner wordt. En eigenlijk het blauwe gebied groter wordt en ook het rode gebied groter wordt. Dus dat eigenlijk hoe langzamer mensen lopen, hoe groter de fractie van hardlopers is. Dus hoe groter het aantal hardlopers is, wat eigenlijk een strategie kiest voor mij waarbij er meer verval is dan in de groene geval het geval is. Nou, dus dit geeft al een beetje indicatie dat die groene strategie, dus die constant tempo, een beetje zo constant mogelijk lopen, eigenlijk
vaker voorkomt bij snelle lopers, maar we eigenlijk nog één stapje verder van. Dan kunnen we niet nog iets nauwkeuriger zeggen van, ja, wat is nu bijvoorbeeld constant? Hoe constant is constant? Moet je echt, hoe moet je je snelheid nu variëren? Kan je er nu iets verder in gaan? Nou, het eerste wat we dan moeten zeggen is natuurlijk van, ja, oké, we hebben bepaalde snelheidsprofielen, willen we relateren aan de prestatie mensen leveren. Wat is nu een goede maat voor een prestatie? Nou, wat we daar nog mee te maken hebben, is dat natuurlijk mensen verschillende leeftijden hebben. Dus als we gewoon puur naar tijden zouden kijken, dat is niet helemaal eerlijk. Want wat een goede tijd kan zijn voor iemand die iets ouder is, kan juist een iets relatief slechtere tijd zijn voor iemand die 25 is of 30 is en in een bloei van zijn leven is. Dus om hiervoor te corrigeren, wat we doen is, we kijken eigenlijk de prestatie ten opzichte van de gemiddelde prestatie van de verschillende leeftijden. Dat is eigenlijk een eerst model dat we maken. En dan puur de prestatie is eigenlijk de prestatie hoe je ten opzichte van jouw leeftijdscategorie presteert. Dus als je beter presteert, dan is het een goede prestatie. En als je minder goed presteert, dan is het minder goede prestatie. Dus dat is eigenlijk de prestatiemaat die we doen. Dus nu hebben we in principe aan de ene kant heel veel, voor iedereen hebben we een snelheidsprofiel en ook een prestatiemaat. Dus hoe die presteert ten opzichte van zijn leeftijdscategorie. En nu is het natuurlijk, wat we moeten doen, is we moeten op zoek gaan naar die groep die heel goed presteren. Dus wat zijn nu de mensen die heel goed presteren? Nou, het beste hoe je dat is ook een bepaalde rekenmethodes voor, maar het beste hoe je dat kan zien, is bijvoorbeeld als je een bepaalde landkaart zou hebben, dus hier bepaalde lengte gaat en breedte gaat, en waar je naar op zoek bent, is eigenlijk de gebieden waar de bergen zitten. Dus wat je wil in dit geval, is bijvoorbeeld, in dit geval zou je dan niet in plaats van dat je hoogte op zoek bent, maar die hoogte als het ware nu de prestatie. Dus je wil bepaalde gebieden vinden, dus gebieden, dus precies die te maken hebben met die snelheidsprofielen, die eigenlijk zo'n goede prestatie weergeven. En hier in dit hoogteprofiel zou je bijvoorbeeld hebben dan een lengte en een breedte en een bepaalde hoogte. Maar in ons geval, omdat we echt naar de snelheidsprofielen kijken en prestatiemaat, zou de hoogte is waar de prestatie en de lengte en breedtegraad is in dit geval puur loop je constant. Of hoe snel loop je de eerste 5 kilometer. Of dat zijn dan je coördinaten, zeg maar. Dus dat is hetgene waar je nu naar aan het zoeken bent. Nou, dat is natuurlijk een grote vraag. Wat vinden we? Nou, dit zijn eigenlijk de resultaten die we dan vinden. Dus nou ja, de belangrijkste groep die nou als het ware uitspringt, als we beginnen bij de mannen, die presteren zo'n beetje 6% beter dan gemiddeld, zeg maar, dan in levenscategorie. Die zijn eigenlijk de mensen die hun tempoveranderingen gedurende de marathon beperken tot 8%. Dus dat is eigenlijk iets wat we vinden. Ja, het is niet helemaal spreiding, dus iets komt, maar je kan het grofweg zien als inderdaad de spreiding. En voor de rest, als we ook de beschrijving nog ingewikkelder maken, dus als we niet beperken tot 1 conditie, maar meerdere condities, bijvoorbeeld 2, dan zien we dat zelfs ook als je nog de tempoverandering van de eerste 20 kilometer naar 20 tot 30 ook nog is relatief niet zo hard instort, zeg maar, dus beperkt tot -11,5%, dat je zelfs prestatie zo'n 7,3% beter is dan wat de hele groep presteert. En voor de rest zien we bij vrouwen zien we eigenlijk ook nog precies hetzelfde wat we bij mannen zien. Net lichtelijk anders. De getallen zijn anders, maar de condities zijn vrijwel hetzelfde eigenlijk. Dus in dit geval als de spreiding van tempoveranderingen valt zo binnen de 4,5%. En in plaats van tempoverandering van 0 tot 20, van 20 tot 30, is het nu 0 tot 5, tot 5 tot 30. En ook de prestatiemaat is onvergelijkbaar, zo'n 6,5% beter presteren. Dus dat brengt me eigenlijk naar de conclusie. Dus nou, wat jullie gezien hebben eigenlijk is dat pacing wel belangrijk is voor een resultaat in een hardlooprace. Aan de hand van deze data even aanpak. Dus we zijn begonnen eigenlijk met de Leiden Marathon. We hebben vrij simpel hebben ingedeeld onze hardlopers in verschillende categorieën. Die verschillende strategieën hebben toegepast. Om te kijken wat dat zegt voor de gemiddelde eindtijd. Nou, vervolgens zijn we nog een stapje verder gegaan naar de Boston Marathon. Zelfs de analyse gedaan, de verschillende rekenmethodes hebben toegepast. Hebben we ook gezien dat pacing toch echt wel wat degelijk van invloed is op je resultaat. Nou, wat we hebben gezien is eigenlijk de groep van snelle hardlopers die beperken de snelheidsveranderingen. Dus bij mannen en vrouwen ja, zit zo 8-6% snelheidsverandering. Als je het daarop beperkt, dat zijn eigenlijk de mensen die een snelle groep hebben. We hebben echt een vergelijkbaar resultaat hebben gevonden voor mannen en vrouwen. Nou, wat natuurlijk ook heel interessant kan zijn, is natuurlijk een analyse voor een grote groep hardlopers van 80.000 mensen. Om het ook gewoon te doen puur voor gepersonaliseerd advies. Dus puur te kijken van oké, we selecteren bijvoorbeeld 1 loper waar we heel veel verschillende profielen hebben en ook heel verschillende resultaten. Kunnen we misschien kijken of we sowieso kunnen doen voor 1 iemand en kijken of er misschien heel veel verschil zit van persoon per persoon.
Dus echt deze methodes die we gedaan hebben, of we dat misschien individualistisch kunnen doen. Tot slot wil ik nog even zeggen, ja, dit is ook gepubliceerd werk in Big Data. Dus mochten mensen nog na willen lezen of noem maar op, dan kan je het daarin vinden. En ik ben ook nog beschikbaar om eventueel wat vragen te beantwoorden. Dus dan wil ik het afsluiten. Oh, dat kan nu eventueel als er nog tijd is. Dus als er nu nog tijd is, dan kan het nu nog en anders. Ja. Oké. Oh, hij doet het ook nog. Oké. Ja, zoals je al zegt, de mensen die beter presteren, die lopen eigenlijk een constant tempo. Maar ik denk dat je ook kan zeggen dat mensen die beter presteren, dat die denk ik ook goed getraind zijn. En is het niet meer zo dat een goede training leidt tot een goede prestatie en dat eigenlijk een gevolg daarvan is dat je constanter loopt. Omdat je eigenlijk halverwege niet moe bent en inkaakt. Dus is de strategie wel juist om te zeggen van je moet constant lopen en dan ben je sneller. Maar is het niet meer je moet gewoon goed trainen en dan ben je sneller. En het gevolg daarvan is dat je constanter loopt. Wat dit natuurlijk is een datgedreven aanpak. Dus dit is gewoon een bepaald verband wat inderdaad is dat we gevonden hebben. En waar jij het met name natuurlijk over hebt is zogenaamd kausaal verband. Dus stel je voor die... Dat kan je nooit uit de data halen, zeg maar. Dus dat kan je nooit met zekerheid, op basis van deze analyse kan je dat nooit met zekerheid zeggen, zeg maar. Of dat echt, dus stel je voor die groep, dus dan zou je echt bijvoorbeeld echt naar een testsetting moeten gaan. Waarbij dit bijvoorbeeld een input zou kunnen zijn van oké, de data volgt dat mensen die de snelste werk binnen 5% houden, dat die sneller zijn. Wat we doen is we selecteren 100 mensen. We zeggen oké, die laten we allemaal goed trainen. Die laten we zeggen, nou jullie gaan het wel doen, jullie gaan het niet doen. En dan gaan we gewoon een studie doen en dan vergelijken van oké, zien we dat verschil nog steeds of niet. Dus dat is dan eigenlijk nog een vervolgstap hierop kunnen zijn. Ja. Hoi. Vraagje, ik zag in jouw eerste onderzoek leiden over al die jaren heen, maar is de temperatuur tijdens de marathon, is die ook niet geweldig van invloed op de prestatie die je levert? Tenminste, als ik naar mezelf kijk, kan ik me toch wel herinneren dat ik de beste marathons liep wanneer de temperatuur zo rond de 17 graden was. En als de temperatuur maar naar de 25 ging. En ja, in het verleden werd de marathon altijd georganiseerd van Enschede. In augustus en in juli, dus het was al eens soms 28, ja, dan werd het wel eens afzien in de tweede helft. Dus ja. Dat ging automatisch de tijden, die, ja, daar leefde je gewoon in. Tot een halve marathon liep dat allemaal wel, maar dan kwam het moeilijke deel. Ja, nee, dat is zeker iets wat we gezien hebben, is dat als we gewoon puur kijken naar eindtijden, als over de jaren, dat echt de weerscondities echt een heel groot effect erop hebben. Dus wat we ook wel gedaan hebben, is we hebben tijden altijd gerelateerd ten opzichte van de gemiddelde tijd in onze analyses. Door toch van op een of andere manier rekening mee te houden met de wisselende condities. Dus om toch zeg maar alles bij elkaar de analyse kunnen toepassen, is het inderdaad niet verstandig om echt puur alleen de tijden te doen. Maar echt wel een correctie toe te doen, omdat altijd omstandigheden kunnen veranderen of parcours kunnen veranderen of dat dan ook. Dus we hebben altijd gewoon 1 jaar geselecteerd, gemiddelde van genomen en alle tijden ten opzichte van daar gerelateerd van de analyse. Ja. Dankjewel. Je hebt al gezegd dat je dus inderdaad als het gaat om correlaties en met name kausaal verband voorzichtig moet zijn. Maar als je kijkt naar de uitslagen, kun je ook iets zeggen over het fenomeen duurvermogen, los van snelheid. Ik zag bijvoorbeeld dat je bij jouw scores iets zag rondom tot 20 en van 20 tot 30. Want het is niet alleen een kwestie van hoeveel je traint en hoe hard je traint en hoe snel je bent. Maar ook het opbouwen van duurvermogen. Het verhaal gaat altijd van, nou, je moet minimaal een paar keer de 35 gelopen hebben om een marathon te kunnen uitlopen. Duurvermogen lijkt mij ook een hele belangrijke. Kun je daar toch eventueel een verbinding leggen, omdat daar iets staat over, ja, je hebt een bepaald
vastigheidspatroon tot 20 en daarna nog van 20 tot 30. Dat zegt wellicht iets over je duurvermogen. Dat zou kunnen, maar ja, dat is voor mij in principe moeilijk om te zeggen, omdat mijn achtergrond natuurlijk gewoon puur is dat ik kijk naar de data en dat analyseer ik. En dit is in principe gewoon hetgeen wat eruit komt. En zelf weet ik gewoon te weinig eigenlijk van die fysiologie en zo. Dus dat zouden in principe andere mensen dan misschien die connecties kunnen maken. Dat ze zeggen van oké, het zou kunnen komen inderdaad door wat u zegt. Dat zou inderdaad kunnen, ja. Maar dit is gewoon puur wat uit de data komt, zeg maar. Dus ja, het zou inderdaad, dat zou een verklaring kunnen zijn, ja. Ja? Oké. Okay. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dat ben ik niet. Nee. Ik hoop dat het rondzingen beperkt blijft. Dat ik nog rustig door kan praten. Mooi aan mij de heer om het voor te zetten. Kijk, ik had een eigen titelslide. Binnen de Where Science Meets the Runner Symposium. Ga ik wat vertellen van een ander perspectief kijken naar hardlopen, data en overal meer de biomechanische data. Net werd al de vraag gesteld, wie gebruikt er een smartwatch, of in ieder geval een app of een systeem om zijn... Sorry. Ja, zet hem aan. Iedereen veilig? Ja. Om zijn prestatie bij te houden. Maar er gingen al zoveel vingers omhoog dat ik eigenlijk de vraag wie loopt er wel eens hard niet meer hoef te stellen. Stel de volgende vraag in het licht van mijn thema prestatieverbetering en blessures. Wie van jullie is wel eens geblesseerd geweest? Ja, daar was ik al bang voor. Ik hoop dat jullie aan het eind van de presentatie daar in ieder geval wat meer inzicht in hebben in wat dat veroorzaakt zou kunnen hebben. En hoop dat jullie ook in de komende tijd de ontwikkelingen zullen kunnen blijven volgen. En we hopen daar op korte termijn iets aan te kunnen doen. Nou, Sander heeft mij net al even heel kort geïntroduceerd. Ik ben zelf bewegingswetenschapper. Ik werk bij Roesing Research and Development als onderzoeker op het gebied van bewegingsanalyse. Ik ben docent hier aan de UT, vooral inspanningsfysiologie binnen het masterprogramma van biomedische technologie. En ik heb niet alleen theoretische kennis, maar wat praktische ervaring als triatleet en wat marathons gelopen. En helaas heel veel geblesseerd geweest, net zoals het merendeel van jullie. En dat bracht mij ertoe eigenlijk om daar meer inzicht in te krijgen. Wat zorgt er nou voor dat ik geblesseerd ben geraakt? Helaas heeft dat voor mij zelf nog niet heel veel opgeleverd, want ik ben op het moment weer geblesseerd. Maar dit terzijde. Nu ben ik niet de enige en jullie ook niet de enige geblesseerde loper. Alleen al in Nederland hebben we ongeveer 2 miljoen actieve hardlopers. Dan kun je een beetje discussiëren over de definitie van hardloper. Maar er zijn 2 miljoen mensen die zichzelf hardloper noemen in Nederland. En die raken jaarlijks meer dan 600.000 keer geblesseerd. Dus dat is een enorm aantal. Dat zijn mensen die op een of ander moment per jaar moeten stoppen met hardlopen doordat ze geblesseerd zijn. We nemen aan dat er een relatie is tussen de manier waarop je loopt, je looptechniek, en het ontstaan van blessures. En ook je prestatie. Dus er zou een correlatie kunnen zijn tussen je looptechniek en het ontstaan van blessures, en je looptechniek en prestaties. Als je een van beide zou kunnen veranderen, dan zou je prestaties kunnen verbeteren en dan zou je niet meer geblesseerd raken of minder geblesseerd raken. Maar daarvoor moet je eerst in kaart brengen van wat is looptechniek en hoe kun je die goed in kaart brengen. Dus analyse van je looptechniek is noodzakelijk om uiteindelijk uitspraken te kunnen doen over hoe kun je je prestatie verbeteren, hoe kun je niet geblesseerd raken. Het lastige is alleen dat we niet weten wat een goede looptechniek is. Er zijn heel veel ideeën over. Je kunt elke trainer vragen naar zijn of haar definitie van optimale looptechniek en je krijgt waarschijnlijk veel verschillende antwoorden. Ook in de literatuur weten we eigenlijk nog steeds niet goed wat nu een ideale looptechniek is. Daarnaast is er een probleem in hoe kun je looptechniek nu betrouwbaar en nauwkeurig analyseren. Nou, wij passen daar bewegingsanalyse voor toe en dat is een techniek die eigenlijk al heel lang plaatsvindt, maar op verschillende manieren ingezet. Dit zijn de eerste stappen op het gebied van de bewegingsanalyse. Ik vind het zelf altijd fascinerend om naar te kijken. De Britse Amerikaan Muybridge heeft gepionierd op het gebied van de bewegingsanalyse al bijna anderhalve eeuw terug.
die was eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in blessures of prestatieverbetering. Die wilde eigenlijk alleen maar weten of een paard op een gegeven moment met zijn beide, met alle benen van de grond kwam. Nou, bij deze was dat vastgesteld. Er is een zweef, of er kan een zweefmoment zijn in de beweging van een paard. Nou, later zijn ze eigenlijk al die foto's, want het zijn heel veel heel snel achter elkaar genomen foto's, achter elkaar gaan plakken en zijn er bewegende beelden van gemaakt. Lijken het meteen video's en zo kun je wat beter kijken naar het bewegen van in dit geval een paard of een bison. Vind ik zelf wel een leuk dier om naar te kijken op deze manier. Nou, als je hierop gaat zoeken, als je gewoon even googelt op MyBridge bewegingsanalyse, kun je bewegingsanalyses vinden van allerlei dieren. Schoppende ezels, vliegende papegaaien, van alles en nog wat. Maar de mens kwam eigenlijk pas later. Waar wij in geïnteresseerd zijn, was pas de laatste stap in het werk van MyBridge. En is uiteindelijk naar de bewegende, de hardlopende mens gaan kijken. Hier hebben we een loper van de zijkant het sagittale vlak en de voorkant het frontale vlak. En wat je al meteen ziet is dat er een rastertje achter is geplaatst. En daarmee kun je ook meteen gaan meten aan het lopen. Als je alleen maar kijkt naar het lopen, kun je eigenlijk niet zeggen wat er goed of fout is en wat er eventueel verbeterd zou willen worden. Daarvoor moet je het bewegen objectiveren. Zo'n raster erachter geeft je de mogelijkheid om bijvoorbeeld hoeken te berekenen. En zou je de pointer kniehoek hier kunnen berekenen. En die zou je kunnen bepalen, kunnen zeggen, nou, die moet groter of die moet kleiner als je weet wat een optimale looptechniek is. Nou, dit gebeurde gewoon met foto's. Die techniek is enorm voortgeschreden. En dit zijn, even kijken, ja, dit zijn beelden van ons eigen laboratorium bij Roosing Research and Development. Ons bewegingsanalyse laboratorium, we hebben een heel geavanceerd 3D infrarood systeem. We plakken een loper vol met markers, reflecterende markers en laten hem heen en weer lopen. Lastig is alleen dat ons bewegingslab ongeveer 15 meter lang is. En dat betekent dat een hardloper de hele tijd heen en weer rent, keert. En nou ja, dat is eigenlijk vrij aspecifiek voor de gemiddelde loper. Ook een loopband die we daar neer kunnen zetten, maar ook dat levert problemen op in de zin dat iemand op een loopband vaak toch net anders loopt dan zijn normale looppatroon buiten. Het is heel erg cyclisch, je hebt geen invloeden van ondergrond, van naar boven, naar beneden lopen. Dus dat is niet heel erg specifiek. We kunnen hier wel, en dat gebruiken we in de patiëntenzorg en de revalidatiezorg heel vaak, heel nauwkeurig naar het bewegen van patiënten kijken. We hebben bewegingsanalyse, we hebben een krachtenmeter, zo kunnen we eigenlijk het hele lichaam heel nauwkeurig in kaart brengen. Om even terug te gaan naar die blessures en looptechniek en blessures. Op welke manier is looptechniek nu geassocieerd met het ontstaan van blessures? Er zijn heel veel ideeën over. Hè. We denken bijvoorbeeld dat pasfrequentie, een te lage pasfrequentie, zou kunnen leiden tot het ontstaan van blessures. Of dat een te lage pasfrequentie je beperkt in het verbeteren van je prestaties. Ga je daar heel gedegen naar kijken, in de literatuur is er eigenlijk totaal geen onderbouwing voor te vinden. En is het zo dat elke loper een eigen, unieke, optimale pasfrequentie heeft, die vooral bepaald wordt door zijn beenlengte, dat is vrij logisch, maar ook bepaald wordt door bijvoorbeeld de omvang van je spieren in je onderbeen. Hoe lichter je onderbeen, hoe makkelijker je die kunt verplaatsen en hoe makkelijker je ook een langere pas kunt maken met minder energie. Kijken we bijvoorbeeld naar de Afrikaanse lopers uit bijvoorbeeld Ethiopië, dan zien we dat hun onderbeen veel dunner is, dat hun spieren ook veel hoger zijn aangehecht. Dus de insertie van hun spier is veel dichter bij hun, van hun kuitspier is veel dichter bij hun knie. Daarvoor hebben ze veel minder energie nodig om hun been naar voren en achter te zwaaien. En zodoende kunnen ze met dezelfde hoeveelheid energie sneller lopen. Haklanden, voorvoetlanden is ook een heel hot topic, nog steeds in de loopwereld. Moet je nu op je hakken landen of moet je juist op je voorvoet landen? Als je daarna gaat kijken, dan is ook eigenlijk daar geen grote gemene deler uit te halen. Er zijn lopers die baat kunnen hebben bij het veranderen van een looppatroon, maar eigenlijk is dat een minderheid. De meeste lopers hebben een unieke voorkeur voor hetzij het lopen, het landen op een hak, hetzij het lopen op het middenvoet, voorvoet of alles wat daartussenin zit. En het lijkt er eigenlijk op neer te komen dat hoe meer je eraan wilt veranderen, hoe hoger de kans wordt op het ontstaan van blessures. Pronatie, supinatie is ook zo'n thema. Het naar binnen kantelen of naar buiten kantelen van je voet bij de landing. Is dat slecht? Moet dat beperkt worden? Dat zou kunnen. Aan de andere kant, als je ook daar weer in de literatuur kijkt, op groepsniveau is er geen relatie te vinden tussen daadwerkelijke pronatie en het ontstaan van blessures. Dat betekent niet dat voor elk individu pronatie per definitie niet slecht is of dat dat niet gerelateerd is aan blessures. Alleen die relatie kunnen we nog steeds niet leggen. Daar komen we bij dit schattige kuikentje. Het is vaak een kip-ei-probleem. Alle studies die tot nu toe gedaan zijn, die gekeken hebben naar de relatie tussen looptechniek en blessures, nemen geblesseerde lopers en maken daar
een analyse van hun looptechniek. Op dat moment weet je niet meer of de looptechniek die je waarneemt, of die een gevolg is van de blessure of juist de blessure veroorzaakt heeft. Dus eigenlijk zouden we lopers langere tijd, dus niet geblesseerde lopers, voor hele lange tijd moeten volgen en eigenlijk heel vaak hun looptechniek in kaart brengen om te zien of er veranderingen zijn die uiteindelijk leiden tot het ontstaan van blessures. Het lastige is dat we daar honderden, misschien duizenden lopers voor nodig hebben, waarvan we hopen, dat is een beetje een raar woord in dit geval, hopen dat er een deel geblesseerd raakt. Het lastige is ook nog eens dat er heel veel verschillende blessures zijn. Dus ook om uiteindelijk die causale verbanden te leggen, moeten we nog steeds nog veel meer lopers gaan meten. Nou, logischerwijs zijn dit soort studies nog niet, of eigenlijk nauwelijks, uitgevoerd. Ander lastig punt is dat bijna alle studies tot nu toe in een bewegingsanalyse laboratorium, zoals ik net liet zien, zijn uitgevoerd. En daarvan weten we dus dat die heel aspecifiek zijn voor waar een loper normaal loopt. De meeste lopers lopen lekker buiten, in het bos, door de stad. Eigenlijk allerlei verschillende omgevingen waar wij dus niet zo'n mooi camerasysteem neer kunnen zetten. We weten dus eigenlijk weinig over de looptechniek in relatie tot blessures. Maar hoe raken lopers geblesseerd? Elke loper is uniek. Nou, dat is een vrij open deur. Maar als je kijkt naar beweegpatronen, dan zien we heel duidelijk dat elke loper een soort voorkeursbeweegpatroon heeft. Wij noemen dat preferred path of movement. En dat betekent dat je voor elke beweging die je uitvoert een soort van individueel optimum hebt. Dat is gevolg van je anatomie, hoe ben je gebouwd, je antropometrie en een aantal andere factoren zoals de training die je in het verleden hebt uitgevoerd. En het lijkt erop dat alle bewegingen die wij uitvoeren gestuurd worden, dat we eigenlijk gewoon heel erg lui zijn. We proberen zo min mogelijk energie te verbruiken bij het uitvoeren van bewegingen. En we proberen de impact op ons lichaam, de interne impact, zoveel mogelijk binnen bekende grenswaarden te houden. Nou ja, als elke loper een uniek, optimaal beweegpatroon heeft, hoe raken we dan geblesseerd? Waarschijnlijk driften we door vermoeidheid die opbouwt gedurende een training, gedurende een trainingsperiode of gedurende een wedstrijd, langzaam uit ons optimale beweegpatroon en komen we in een bepaalde staat van overbelasting. Als die maar kort genoeg duurt, zullen we niet geblesseerd raken. Houdt die overbelasting aan, zullen we uiteindelijk langzaam geblesseerd raken. Dit geldt dus eigenlijk alleen voor de overbelastingsblessures. Acute blessures, je enkel verstuiken bijvoorbeeld doordat je misschien onder vermoeidheid, maar in ieder geval net je voet scheef neerzet, vallen hier niet onder. Kijken we trouwens naar de blessurecijfers die Veiligheid NL bijvoorbeeld bijhoudt, dan zien we dat de meest voorkomende blessure een verstuikte pols is. En dat komt doordat zij alleen maar gegevens includeren van lopers die een eerste hulppost hebben bezocht. Alle overbelastingsblessures, daar ga je niet mee naar een eerste hulppost, dus die komen daar, die worden daar niet in meegenomen. Nou, hoe verandert looptechniek? Hoe verandert ons individuele looppatroon? Waarschijnlijk door vermoeidheid. Nou, vermoeidheid is heel veel naar gekeken in de literatuur, alleen nog steeds nauwelijks echt gerelateerd aan looptechniek. We kunnen aannemen dat vermoeidheid de looptechniek beïnvloedt. Alle lopers hier die weten waarschijnlijk dat aan het eind van een duurtraining of aan het eind van een wedstrijd je over de meest rare dingen struikelt. Ik struikel geregeld over verkeersdrempels, die blijken toch ineens veel hoger te zijn dan ik dacht, of stoepranden. Maar hoe beïnvloedt vermoeidheid je looptechniek precies en is dat op een individuele manier? Dat weten we eigenlijk nog niet. Nou, dat het de looptechniek beïnvloedt, dat bewees Dorando Pietri al ruim een eeuw terug. Het was een Italiaan die was geselecteerd voor de Olympische Spelen in Londen om daar de marathon te lopen. Hij was tot dan toe Italiaans kampioen op de marathon, alleen de marathon was voor 1908 maar 40 kilometer. En in 1908 zijn die 2 kilometer en 195 meter eraan toegevoegd, zodat de Britse koninklijke familie de finish vanaf haar paleis, vanaf het balkon vanaf haar paleis kon zien. Dus mocht je bij je toekomstige marathon de laatste 2 kilometer en 195 meter een man met de hamer toch nog tegenkomen, dan kun je in ieder geval de Britse koninklijke familie aansprakelijk stellen. Nou, dat is eigenlijk precies wat bij Dorando Pietri gebeurde, want hij lag aan kop. Dat zien we hier, in ieder geval, hij lag aan kop, laten we het zo stellen. Maar zakte aan het eind van de wedstrijd helemaal in en de laatste kilometers moest hij wandelend afleggen. En hij dreigde de finish ook niet te halen. Waar het niet dat een aantal officials hem ondersteunden en hem uiteindelijk over de finish tilden. Dat zien we in het onderste plaatje. In de reglementen staat alleen dat je niet met ondersteuning over de finish mag komen. Dus ondanks dat hij als eerste over de finish kwam, is hij gedisqualificeerd bij de Olympische Marathon. En ging er een ander met het Olympisch goud vandoor.
Hij heeft de dag erna nog wel een erepenning gekregen van de koninklijke familie om het leed een beetje te verzachten, maar is nooit Olympisch kampioen geworden. Nou, op basis van deze verhalen en andere meer wetenschappelijke anekdotes kunnen we in ieder geval aannemen dat vermoeidheid de looptechniek beïnvloedt op een individuele manier. Nou, dat was eigenlijk het startpunt voor het onderzoek wat wij verder zijn uit gaan voeren bij hardlopen. Eén keer terug te komen op die optimale looptechniek. Dit is vind het altijd een leuk plaatje om te laten zien. Dit zijn beelden gemaakt tijdens de Amerikaanse Olympische Trials, 10 kilometer. Alle voeten hier behoren toe aan lopers die onder de 30 minuten liepen, ongeveer 28, 29 minuten op de 10 kilometer. Dus dat is best snel. Dus dit is echt een heel homogeen clubje van elite hardlopers die een poging doet om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ga hier nauwkeurig naar kijken, dan zie je eigenlijk alle landingspatronen die we uit de literatuur kennen van extreme haklanders. Hier hebben we er bijvoorbeeld een. En daaronder een hele mooie voorvoetlanding. Dus ook met een haklanding kun je 28, 29 minuten op een 10 kilometer op de atletiekbaan lopen. Nou is dit heel anekdotisch, maar het onderstreept wel dat er geen één optimale looptechniek is en dat elke loper wat dat betreft uniek is. Hadden we deze loper geadviseerd om meer op zijn voorvoet te landen, had hij misschien 30 minuten of 32 minuten gelopen en hier helemaal niet aan deelgenomen. Dus daar moet je niet al te veel aan willen veranderen. Nou, hoe kun je nou looptechniek eenvoudig in kaart brengen buiten het bewegingslaboratorium? Dus in plaats van dat je de loper naar het lab brengt, wil je eigenlijk het lab of een hele gestandardiseerde, nauwkeurige manier van meten naar de loper toe brengen. Nou, wij doen dat door middel van initiële sensoren. Dat zijn eigenlijk sensoren zoals je die in je mobiele telefoon hebt. Als je het schermpje of je telefoon draait, dan draait je scherm netjes mee. Dat doet de gyroscoop die erin zit. Je hebt vast allemaal een functie die het aantal gelopen stappen telt in je telefoon zitten. Dat doet de accelerometer. Nou, dat soort sensoren zitten in de initiële sensoren die wij gebruiken. In dit geval van XSense, spin-off van de universiteit hier, ook hier aanwezig. Dus je kunt zo direct nog even een demo van ze bekijken. Maar die accelerometer, die gyroscoop en die magnetometer, die drie sensoren in zo'n klein kastje, die plakken wij op het lichaam. En dan vertegenwoordigt die eigenlijk een segment. Plak je meerdere sensoren op het lichaam, kun je een hele nauwkeurige reconstructie maken van het lichaam. En dan kun je eigenlijk aan al die hoeken waar we in geïnteresseerd zijn, kniehoek, enkelhoek, landingspatroon, impact, al dat soort waarden, al dat soort parameters kun je gaan meten. Nou, dit filmpje doet het een beetje moeilijk, zie ik. Nou ja, eigenlijk, die sensoren zijn wel erg high-tech, maar zo heel slim zijn ze ook niet, want ze weten eigenlijk alleen maar hoe ze bewegen. Ze geven informatie over hoe ze bewegen. Ze weten niet hun positie in de ruimte of hun positie ten opzichte van andere sensoren. Dus we moeten ze eerst goed en nauwkeurig kalibreren en een calibratie aan het lichaam maken, zodat we precies weten waar die sensor zit. Nou ja, als die wat vloeiender zou bewegen, zou het er meteen een stuk indrukwekkender uitzien. Af en toe. Nou, komt goed. Wij plakken deze op het lichaam van hardlopers en kunnen zodoende eigenlijk alle parameters waar wij in geïnteresseerd zijn in hardlopen, kniehoek, knieinzet, heuphoek, rompbeweging, landingspatroon, impact op het scheenbeen, impact op het bekken, schokabsorptie, al dat soort parameters kunnen wij op basis van deze sensoren aan een loper meten. En dan maakt het dus niet uit waar die loper loopt. Die kan in het lab lopen op onze loopband, dan hebben we nog een beetje controle over wat die loper doet. Maar die kan ook gewoon een wedstrijd lopen, die kan een training lopen. En zo kunnen we eigenlijk vanuit elke hoek kunnen we die loper kunnen we die beschouwen. Als we kijken naar vermoeidheid, hè, daar waren we in geïnteresseerd. Hoe beïnvloedt vermoeidheid je looppatroon? Dan is een marathon natuurlijk een uitgelezen evenement om vermoeidheid op te leggen aan lopers. Kiezen ze zelf voor, dus dat is onderzoeksmatig weer erg handig voor ons. Dus we hebben in 2013 en 2014 hebben we totaal 8 lopers op pad gestuurd tijdens de Enschede Marathon voorzien van 8 van dit soort sensoren die op de voeten, onderbenen, bovenbenen, bek en de romp hadden geplaatst. Nou, zodoende kunnen we eigenlijk voor ons alle interessante parameters tevoorschijn toveren. Het idee is dat lopers trainen voor een marathon, uitrusten in de laatste week, 2 weken voor de marathon, een goede taperperiode hebben en dus fris aan de start verschijnen. Dus het looppatroon wat ze in het eerste deel van die marathon laten zien is waarschijnlijk hun unieke optimale looppatroon. En we verwachten, we hopen, dat ze gaandeweg die marathon steeds vermoeider raken en dat hun techniek steeds verder verslechtert.
En de verslechtering in techniek, dat zijn voor ons aanwijzingen om aan de loper terug te koppelen van hey, dit verandert er, hier zou je wat aan moeten werken. Dus eigenlijk net zoals bij die snelheid, die wil je zo constant mogelijk houden, wil je eigenlijk ook je looptechniek zo constant mogelijk houden, zo lang mogelijk je eigen unieke optimale looptechniek. Nou, wat gebeurde er tijdens die marathon? Die looptechniek veranderde, die verslechterde inderdaad. Daar kunnen we allerlei hele mooie grafieken voor maken, maar wat we vooral zagen is dat de knieflexie in standfase, dus op het moment dat je landt, zak je altijd een beetje door je knieën en dat doe je om eigenlijk de schok op te vangen. Dus je knie fungeert eigenlijk als een veerdemper om die schok van de landing op te vangen. Nou, die nam af. Dat betekent eigenlijk dat je been als het ware verstijft en dat er meer impact door je lichaam gaat. Pas lengte nam af, maar dat kwam eigenlijk doordat de meeste lopers nog niet het praatje hadden gehoord en dus langzamer gingen lopen aan het eind. Maar ondanks dat ze langzamer gingen lopen, dat een pas lengte afnam, zagen we dat alle impactwaarden op het lichaam toenamen. Dus de impact die we konden meten op het scheenbeen, de impact die we konden meten op het bekken, namen toe. Dus dat zijn allemaal tekenen dat de loper niet meer in staat is om met die schok om te gaan. Nou, we weten dat impact op het lichaam, als die hoger wordt, dat het gerelateerd is tot het ontstaan van blessures. Dus de marathon was voor die lopers duidelijk een evenement waarin overbelasting langzaam optrad. Wat we ook zagen is dat ze steeds asymmetrischer gingen lopen. Dus heel veel onduidelijkheid over heel veel discussie over of je nou symmetrisch moet lopen of dat er een mate van asymmetrie mogelijk is. In de revalidatie hebben we het eigenlijk losgelaten en daar zien we eigenlijk, kijken we niet meer naar symmetrie of asymmetrie, maar kijken we naar verandering in asymmetrie. Dus als lopers van nature een beetje asymmetrisch zijn, is dat niet per definitie slecht. Maar als die symmetrie of asymmetrie verandert wanneer iemand vermoeid raakt, dan zie je ook weer overbelasting in bepaalde structuren optreden. Nou, dat zagen we bij deze lopers tijdens de marathon. We hebben die lopers alleen maar gemeten tijdens de marathon. Dus we kunnen niet zeggen over het traject erna of ze daadwerkelijk geblesseerd raakten. En wat die relatie is tussen wat we zagen tijdens de marathon en het ontstaan van blessures. Daarvoor zijn we wat meer metingen gaan doen in een wat meer gecontroleerde setting. Dus hier hebben we lopers laten lopen op de atletiekbaan. We hebben een vermoeidheidsprotocol ontwikkeld van 20 minuten, waarin we eigenlijk dezelfde veranderingen kunnen zien optreden als tijdens een marathon. Dus je kunt in 20 minuten bijna dezelfde vermoeidheid realiseren, in ieder geval vanuit biomechanisch oogpunt, als tijdens een marathon. Nou, dit was nog met eerdere versies van het systeem. Dit is ook een X-Sense, een pak waar alle sensoren in zitten. Bij de demo kunnen jullie de nieuwe versies van zien. We hadden nog een fietser nodig die naast die loperfiets, hadden we bij de marathon eerdere jaren ook, waarin die data van al die individuele sensoren naar de laptop werd gestuurd, daar ontvangen werd. En we waren per loper soms wel weken bezig om al die data te gaan analyseren. Dat was een heel tijdrovend proces. Ook dat konden we netjes vanuit alle hoeken, vanuit alle vlakken konden we dat beschouwen. En konden we per loper een soort van uniek blessureprofiel opstellen. Dit is een van de lopers. Linkerkant zie je het linkerbeen, rechterkant zie je het rechterbeen. We zien de heuphoek, de kniehoek, enkelhoek, de impact op het scheenbeen. En we zien ook de center of mass oscillation, dus je lichaamszwaartepunt en hoe die eigenlijk fluctueert. En we zien hier rechtsonder de rompbeweging. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben aan het begin van die 20 minuten, aan het midden en aan het eind hebben we gemiddelde waarden berekend. Die hebben we over elkaar heen geplot. Even een beeld te geven. Hier hebben we bijvoorbeeld de kniehoek. 100% het is van het moment dat je de grond raakt met je voet, hak, middenvoet, voorvoet, totdat je hier de grond verlaat. Dit is de zwaaifase, dan zie je dat je knie gebogen is en hier heb je het volgende contact met diezelfde voet. En zo hebben we al die plaatjes eigenlijk genormaliseerd naar een schredencyclus. En die lijntjes over elkaar heen geplot. Rood is het eerste deel, groen is het tweede deel, dat is ongeveer 10 minuten en blauw is dan het derde deel. Nou, zijn deze plaatjes allemaal ondanks dat het een heel groot scherm is, klein en moeilijk te interpreteren. Maar als je die heel goed inzoomt, dan zie je bij deze lopen, bij de heup van alles veranderen. Vooral onder vermoeidheid in de zwaaifase. En we zien bijvoorbeeld een ander interessant punt, is dat de impact op het rechter scheenbeen veel geprononceerder is en hoger is dan de impact op het linkerbeen. Een ander belangrijk punt is dat we bij deze lopen zien dat zijn rompbeweging extreem toeneemt op het moment dat hij vermoeid raakt. Dus de romp gaat steeds meer bewegen onder vermoeidheid. Nou, we weten de romp heeft een hele hoge massa. Als je die meer gaat bewegen, dan verandert ook het krachtenspel op je onderlichaam heel erg. En dat zou ook tot blessures kunnen leiden. Ook dit is weer een momentopname. Je kunt hier al wel wat advies uitgeven. We zagen een asymmetrie, ik heb het niet benoemd, maar we zagen een asymmetrie in de enkel. We zagen duidelijk dat de rompbeweging beperkt zou moeten worden.
En we zagen ook dat de impact op het rechteronderbeen heel erg hoog was. En die zou je wat willen beperken. Ook vooral omdat die ondervermoeidheid weer wat toenam. Dus je zou zachter willen landen. Je zou de enkels willen versterken. Door bijvoorbeeld heel raises of hopbewegingen te maken. Een ander leuk item wat we eruit konden halen is dat we konden kijken naar de manier waarop lopers omgaan met de impact op het lichaam. Dus we kijken naar de schokabsorptie en hoe die tot stand komt en of die veranderd wordt onder vermoeidheid. Dus je enkel, je knie en je heupen kun je heel goed inzetten door ze te buigen om de schok die je ervaart tijdens het landen, om die op te vangen. Nou heb je verschillende looppatronen. Met voorvoetlanders hebben een andere manier om een schok op te vangen dan haklanders. Bij voorvoetlanders is dat veel meer rondom de enkel. Haklanders is dat veel meer rondom de knie. Nou, wat hebben we gedaan? Tijdens die 20 minuten hebben we gekeken naar de manier waarop lopers veranderen van schokabsorptiemechanismen. Wat zagen we? In onvermoeide toestand gebruiken lopers vooral een actief mechanisme. Dat betekent dat ze heel gecontroleerd hun spieren aanspannen om de schok op te vangen. Naarmate ze vermoeid raakten tijdens die 20 minuten, zagen we dat ze steeds meer een passief mechanisme gaan gebruiken. Dus dat ze niet meer hun spieren aanspannen, maar eigenlijk gewoon de klap op laten vangen met hun lichaam. Dus daarmee veel meer bot- en peesstructuren aanspreken om die schok te absorberen. Nou, dat zijn structuren die we veel minder goed kunnen controleren en die ook veel sneller overbelast raken. En we zagen veranderingen optreden die op termijn zou kunnen duiden op het ontstaan van bijvoorbeeld mediaal tibiaal stresssyndroom. Dus we zagen dat onder vermoeidheid lopers van een meer actief naar een meer passief mechanisme gaan. En dat zagen we eigenlijk bij de marathon ook. Dus onder vermoeidheid ben je minder goed in staat om die schok op te vangen. Dus impact lijkt een hele belangrijke parameter te zijn. Dan waren dit echt metingen die gericht waren op blessurepreventie. Maar je kunt deze techniek ook heel goed inzetten om prestatie te verbeteren. Dit is iets heel anders, zeker als je het vergelijkt met een marathon. 100 meter sprint. De sprinthal op Papendal hebben we metingen gedaan bij de junioren selectie, die hebben we de sensoren, ingezet om hun looptechniek in kaart te brengen. We zijn samen met de trainers gaan kijken van, nou, wat vinden jullie interessante parameters. Wat zij aangaven is dat we zijn heel erg geïnteresseerd in de beweging van het bekken en we verwachten dat die in het tweede deel van de sprint, dat de bekkenbeweging toeneemt en dat willen we eigenlijk niet. Maar wat lastig voor ons is dat wij niet aan die lopers kunnen terugkoppelen van probeer je bekkenbeweging te beperken, want we hebben geen maat en getal. We hebben die looptechniek voor ze, of die sprintbeweging voor ze geanalyseerd. En we hebben precies de parameters eruit gehaald en gevisualiseerd waar zij in geïnteresseerd waren. Dus dit is slow motion, ging natuurlijk een heel stuk sneller. Maar je kunt eigenlijk alle hoeken waarin zij geïnteresseerd waren eruit halen. En wij konden ook zien en er een maat en getal aan koppelen dat, dat het bekken meer ging bewegen in het tweede deel van de sprint. Dus ze willen eigenlijk een zo stijf mogelijke romp om de krachten heel goed over te kunnen brengen. En als het bekken dan wat wegzakt, is de krachtoverbrenging niet meer optimaal. Dus ook hier kun je het heel goed voor inzetten. En dan heb je een iets betere houvast voor een trainer om terug te koppelen aan de atleet. En je kunt ook heel goed na een volgende 100 meter heel goed terugkoppelen wat de veranderingen waren. Even terug te gaan naar die blessurepreventie. De metingen die we eerst gedaan hebben bij de Enschede Marathon, de metingen op de baan, hebben we iemand laten lopen. We hebben alle data verzameld. We zijn lekker aan het rekenen geslagen. En de eerste metingen duurden een paar maanden. Langzaam konden we een 20 minuten vermoeidheidsprotocol in ongeveer een kwartiertje verwerken. Maar dat is nog steeds achteraf. Het liefst wil je gewoon tijdens het lopen lopers informatie geven over wat ze aan het doen zijn. Op die manier kunnen ze ook daadwerkelijk handelen naar het advies wat je ze geeft en de informatie die je ze geeft. Nou, binnen het door de provincie Overijssel gesubsidieerde MICT Sensorum project hebben we daar een eerste stap richting gezet. We hadden een proefpersoon, de gedeputeerde Eddy van Heijem, die was bij ons op werkbezoek. Die zegt, nou, ik ga de Enschede Marathon lopen binnenkort, ik wil jullie proefpersoon zijn. Dus die kans hebben we met beide handen aangegrepen. We hebben zijn techniek tijdens het lopen van de marathon continu in kaart gebracht. En op RTV Oost, waar ze de uitzending, waar ze eigenlijk de marathon lieten zien, hebben we op gezette momenten zijn techniek kunnen bespreken. Wij dachten vooraf dat het ongeveer zoiets zou zijn als bij Formule 1, waarbij je vermogen, snelheid, al dat soort dingen real-time in beeld zag. Maar het leek erop. Laten we daarop houden. Maar wij konden wel continu tijdens de marathon, eigenlijk van start tot finish, konden wij zijn looptechniek in kaart brengen. Konden we precies zien wat er veranderde. Nou is deze misschien niet heel goed zichtbaar, maar de meest interessante plaatje is deze. Dit is de impact op het scheenbeen, linker en rechterbeen, rood en blauw. De eerste deel van de marathon
De eerste helft is die redelijk constant en daarna zie je hem omhoog schieten voor beide benen. Dus de impact op het scheenbeen die verdubbelde bijna in het tweede deel van de marathon. Dus dit is wel duidelijk een verandering die optrad. We zagen veel meer veranderingen optreden. Bijvoorbeeld in de kniehoek. We zagen een verandering in het linker en tussen de linker en de rechterknie. En we wisten een voorgeschiedenis van een knieblessure. En die konden we heel mooi terugzien hierin. We hadden hier afgesproken dat we tijdens de marathon nog geen feedback zouden geven. Maar dat hadden we in principe kunnen doen. Nou, de volgende stap is dus daadwerkelijk real-time feedback kunnen geven. Dat wil je liever niet op 8 sensoren, want dan heb je heel veel rekencapaciteit nodig en je moet ook heel veel parameters teruggeven. Dus binnen het OPO-IFRO-programma hebben wij nu een project Runner Assist, waarin we eigenlijk proberen een real-time feedback systeem voor hardlopers te ontwikkelen. De gereduceerde sensorset, slechts 3 sensoren die je heel eenvoudig opplakt, die communiceren met je smartphone of je smartwatch of een ander device dat je bij je hebt om je loopprestatie in kaart te brengen, kun je eigenlijk continu informatie krijgen over je looptechniek en gericht advies krijgen wanneer jouw looptechniek verandert en wanneer dus je blessurerisico dreigt te verhogen of om tips te krijgen om je loopprestatie te verbeteren. Dat doen wij samen met Sensorun, dat is een spin-off van Roesing Research and Development. Dat doen we samen met XSense voor de sensoren en dat doen we samen met Trim voor eigenlijk het hele data management. Dus Runner Assist, een 3-tal sensoren op je bekken, 2 op je scheenbenen. Daarmee kunnen we eigenlijk die impactparameters kunnen we eruit halen, die techniekparameters kunnen we eruit halen, schokabsorptie kunnen we bepalen. En zo kunnen we eigenlijk de meest relevante parameters voor de loper in termen van blessurepreventie kunnen wij real-time en continu terugkoppelen. Eerste metingen met nog steeds het volledige systeem hebben we afgelopen jaar bij de halve marathon gedaan. Daar hebben we 12 lopers op pad gestuurd om zonder fietsen gewoon data te verzamelen. En daar zagen we ook hele leuke dingen optreden. Dit zijn 10 lopers waar we een volledige dataset van hadden. Nou, ik zal verder niet op ingaan, maar je ziet rood en groen. En je ziet dat voor verschillende lopers een verschillend patroon is. En hier kun je alweer uithalen dat eigenlijk alle 10 lopers een unieke manier hadden van het omgaan met vermoeidheid. We hadden bijvoorbeeld tibial impact, dus de impact op het scheenbeen, nam bij 7 van de 10 lopers toe. Impact op het bekken bij 8 van de 10 lopers. Maar er waren andere parameters die bij de ene loper wel toenamen, bij de andere niet. Dus dat benadrukt eigenlijk het individuele karakter van zo'n systeem. Nou, deze ontwikkeling hopen we verder door te zetten. Runners World Magazine heeft hier afgelopen voorjaar uitgebreid aandacht aan besteed. Ook in termen van big data, dat was de grote kop. Want als we op deze manier een heel eenvoudig systeem hebben waar heel veel lopers mee kunnen gaan lopen, kunnen we heel veel data verzamelen. Dan kunnen we leuke data-analyse technieken toepassen of analyse technieken loslaten op deze datasets die we nu nog niet kunnen, omdat we eigenlijk heel bewerkelijke experimenten moeten uitvoeren. Dus dat is eigenlijk de volgende stap en we hopen bij het volgende deel van het symposium op 12 april eigenlijk een eerste demonstrator te kunnen laten zien van dit Runner Assist systeem waarbij 3 sensoren communiceren met een smart device om eigenlijk real-time informatie te geven over je looptechniek. Nou, een stap in die ontwikkeling is dat we ook bij de komende editie van de Enschede Marathon weer metingen willen gaan doen. En dat betekent dat we nog op zoek zijn naar deelnemers aan de marathon die het leuk vinden om hun looptechniek geanalyseerd te krijgen. Dus van start tot finish inzicht te krijgen in hun looptechniek. Dat betekent dat ze met 8 sensoren op pad gaan. Nou, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan kun je mij een mail sturen of Marit Sandbergen, de onderzoeker op dit project. En wellicht kun je dan de komende editie nog wat extra informatie over je eigen looptechniek verzamelen. Wat we zo direct gaan doen, is bij 2 lopers een kleine variant van deze bewegingsanalyse uitvoeren. Een klein vermoeidheidsprotocol. Dat doen we hier op de atletiekbaan. En die data daarvan zullen we ook op 12 april bij het volgende congres presenteren en laten zien wat er veranderde. Nou, wil je meer weten over de techniek van het meten van beweging met deze sensoren, dan kun je ook hier boven in de foyer bij de stand van XSense gaan kijken. Zij laten van alles zien over het meten van bewegingen met initiële sensoren. Nou, tot die tijd, blijf lopen, probeer niet geblesseerd te raken en zolang je zo lang mogelijk in je eigen optimale techniek blijft lopen, verklein je de kans dat je geblesseerd raakt en vergroot je prestaties. Dank jullie wel.
dat om deze kennis met jullie te delen. Nou, ik ga afsluiten. Er zijn een aantal mensen in deze zaal die zich hebben opgegeven voor een clinic samen met Martin ten Katen en Ingrid Prigge. Dat zijn er 60. Die mogen zo meteen met hen meelopen. Zij staan zo meteen daar klaar. En er gaan 30 mensen met Inze Kulstra en Leslie Smit mee voor een verdiepingssessie bij Topform Twente. Maar voor de mensen die niet meegaan naar buiten, hebben we natuurlijk ook gedacht, we hebben hier in de foyer zometeen een drankje klaarstaan. Dat wordt jullie ook aangeboden door Universiteit Twente en Roesing Research and Development en door ons uiteraard. En nou, er zijn 2 hardloopzaken aanwezig, Runix Enschede en Run Enschede. Xsense is er en er staat een hardloopband van Technobody Walker View. En dan kun je in 2 minuten een loopanalyse laten maken. Even kijken of ik nou iemand oversla. Ja, Xsense is er, dat had ik volgens mij net al gezegd, maar dat had Jasper ook al even aangegeven. Dus ik sluit af en ik dank jullie heel erg hartelijk voor jullie komst. Ik hoop dat jullie er een hoop aan hebben gehad, ik in ieder geval wel. En nou, nogmaals, de mensen zijn klaar om jullie mee naar buiten te nemen en de rest is van harte uitgenodigd in de foyer. Dankjewel voor jullie komst. Goes back to the beginning. Silence ceases, a clouded room. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises and all you do is tighten your jaw and then cross the room. Spatial movements are born of life. Shadows scatter without a fire. There's never been bad, there has always been true. Muted whisper of things you know.